used to. Assalamu alaikum mensen, welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag maandag mensen en vandaag heb ik nog niet geslapen, nog niet. Het is nu 3:10. Ik ga richting Phoenix, ik moet zo meteen draaien daar van 4 tot 7. En daarna ga ik naar huis en dan ga ik slapen. Dan ga ik even goed slapen, even een paar goede uurtjes gewoon even gaan. En dan gaat de dag weer verder mensen. Dit is even de noem je dat, de slaapritme die ik ga oppakken. Ik heb een energiedrankje bij me, zodat ik onderweg rustig kan drinken, weer even mijn energie ga pakken en dat soort dingen. Dus ja, dat ga ik nu doen. Ik ben hier gewoon in mijn Barça outfitje. Gewoon joggingsbroek en dat soort dingen. We gaan niet moeilijk doen, het is nog vroeg, snap je? We moeten comfortabel blijven. Ik kies liever voor comfortabel en flexibel dan er goed uitzien en niet comfortabel en flexibel. Ja toch, laat het nog maar beginnen. En ik zeg volg. Klaar voor de dark chat zo meteen. Met lekkere muziek. Ik ga dit op zijn stoel pakken. Plakken. Ja, ja. Deze heb ik ook geplakt. Hier zo. Nando Leaks. En dit moet dan zogenaamd, je weet toch, druppel zijn die lekken. Je weet toch, we ain't lacking, but Nando Leaks, man. Ik maak money om de uni. Ik betaal mama's uni. Ik maak money om de uni. Ik betaal mama's uni. Ik maak money om de uni. Ik betaal mama's uni. We zien het. Op deze vroege ochtend, het is 4:30 in de ochtend, mensen. Ik ben nog klaar wakker. Ik heb energie. Ik heb er zin in. Dikke show draaien. Jullie weten het, elke keer als ik hier live ben. Je moet me een keertje gewoon live checken, mensen. Doe gewoon één keer in het weekend, weet je, wanneer je niet naar school moet of wanneer je geen werk hebt. Eén keer neem gewoon de moeite om even van 4 tot 7 naar mij gewoon te luisteren. Gewoon, je dag gaat beter worden man. Je gaat lekker slapen of je gaat gewoon lekker met je dag verder. Het is nu rond 4 uur mensen, wat later op de dag. We gaan even richting de stad, mijn neef en ik, Izzy en ik. Izzy, dat weet je toch. Daar ben ik nu even aan het wachten. Deze jongen is weer bezig mensen. Ik ben naar huis gegaan. Ik heb lekker geslapen, ontspannen, vlog geëdit. Ik was productief, administratie gedaan. Deze jongen is weer te laat, mensen. Ik belde hem letterlijk 1,5 uur geleden. Ik zei tegen hem, luister dan, over een uur ben ik bij jou. Nou, over een uur was ik niet bij hem, het duurde wat langer. Maar ik belde hem toen ik ging vertrekken. Ik bel hem, ik zeg, waar ben je? Ik ben nu aan het slapen. Kijk, nu pas komt hij hier. Kijk. Hallo. Heb je lekker geslapen, Smeel? Ja. Ja. Blijft. Wat heb je daar in je handen? Swinch. Ja, zo gemaakt. Mijn moeder. Ja, die heb ik ook thuis liggen. Ik zag die ook opeens in de keuken liggen. Die was lekker, hè? Ik had niet gegeten nog. Maar je vindt het lekker om te slapen, dus. Ja. Ik was vroeg naar school gegaan. Allemaal één les. Ik was klaar. 10:15. Smeeuw. Mag ik een chocolaatje, Smeeuw? Mag ik een chocolaatje, Smeeuw? Een chocolaatje, Smeeuw? Wat een chocolaatje, Smeeuw? Gaan we je bottle halen, je fles? Wat, weer chocola? Wat? Wat? 3,50 euro. Is normaal hoor, is Tony's. Tony's gek. Blijf maar daar. 3,50 euro. Hey, misschien moet je hier kijken. Nee, toch wel. Die zijn al begonnen met Sinterklaas en dat soort dingen. Kijk, die paard daar. Oh, paarden mogen wel naar binnen. Smeel, wat ben je aan het kijken? Voor cookies. Ja, tuurlijk. Wat denk jij dan? Tuurlijk, is normaal hè, bro. Is normaal. Oh, oh. Waar ben je? Hebben wij wel gestolen? Hebben we niks gestolen hoor. Dat is de beveiliger. Moeten weer terug. Moeten weer terug. Waar wij? Ja, maar Rituals. Alleen Rituals gekocht? Ja, en dinges. Kom hier, wacht. Ja, die zag ik net staan. Ja, toch? Dat is die Rituals pakket. Ik ga hem even op die plaat halen, ja, want ik weet niet of hij nog naar andere winkels gaat of wat. Ik ga niet naar andere winkels. Maar ik kan hem sowieso op die plaat halen met een sleeve. Oh, ja, doe maar. Wij zijn hier. Geen probleem. Hebben we weer gestolen? We hebben weer gestolen. Marokkanen met de bontjassen. Marokkanen met de bontjassen. Met de rituals pakket. Echt hè? Mensen,
Besef even hoe eng dit parkeren is. Gewoon zo. Gewoon zo. Kijk, hier is het. Er is deze sleutel nog bijna in het water. Ja. Dan Jaika. Jaika dan. Ik zeg je eerlijk. Jaika, ik zou je dan niet eens bellen. Ik zou gewoon zo laten. Ik zou ANWB laten ophalen of zoiets. Of ik zou hier ergens garage zoeken om nog een sleutel te laten maken. En dan gewoon met taxi naar huis. Maar ik ga jullie niet gek maken. Zo'n kleine auto. Nog steeds kan diegene niet parkeren. Alleen met twee parkeerplekken in betaal. Nee, is één parkeerplek. Maar kijk hoe die parkeert. Maar zeker een vrouw. Maar zeker een vrouw. We zijn in Amsterdam, mensen. En we zijn hier gekomen om... We zijn uitgenodigd. Tenminste, ik ben uitgenodigd. Nee, hij is gewoon met mij mee. Ik ben uitgenodigd door Top Notch om... Goh, je hoort erbij. Ik ben uitgenodigd door Top Notch om hier langs te komen. En wat was het ook weer? Voor een exclusieve luistersessie van Lijpen. Die heeft een nieuw album die uitkomt 28 oktober, als het goed is. Jackpot. Maar daar gaan we dus nu naar luisteren. Zo'n exclusieve luistersessie met alleen ik. Issy van de Vlogs komt ook. Ismael Ilgun. Volgens mij komt Nessim ook. Weet niet precies. Ja. Ismael van dat weet je toch? Ja. Issy van dat weet je toch is er ook. En wij zijn er ook. We zijn hier in Amsterdam. En we gaan even checken hoe en wat. Ik weet niet precies wat ik moet verwachten, maar ik zal het wel zien dan. Ze gaan volg. Shout-out naar de Akaro. Zet er volg. Volg. Chinatown. Niet alleen in Den Haag. Oké, gaan we zitten. Chinatown. Blang 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 blang. Konnichiwa is Japans, meeuw, dat is Japans. Racist. Kijk eens wie daar binnen zijn, mensen. Ik moet niet al te veel gaan afleiden, anders gaan ze zien. Maar Nessim en QC die zijn Lijpen weer aan het ondervragen. Die Nessim is weer zijn rambam acties aan het doen, die snitch dingen en zo. Hij is goed in ondervragen. Maar dit is dus een café van Top Notch zelf. En hierin hebben ze een soort van podcast of zoiets. Oké, hier camera, crew en dingen. De Fano. Dat is niet De Fano, goeie vriend. Nee, hij lijkt op De Fano. Oula. Hij zegt dat De Fano is. Hij lijkt op De Fano. Heel goed lachen. Baby, geef me even tijd, ik kan maar even met je zijn. Wat gaat aan jullie dan dat ik niks verdien? Ik had dit nooit gedacht. Zonder van mijn tijd. Verliezen staat nu onderaan de lijst. Je weet hoe we bewegen voor de prijs. Even binnen, domme zaak. Je wacht zeker op je ijs. Vijf maans, maar eerst waren die wegen nog niet vrij. We veranderen van plek, je kan nooit weten waar we zijn. Dat is gewoon, ja dat is gewoon. Ze heet dan een zoon, maar dat is gewoon. Ja dat is gewoon. Ik heb nog geen kroon, maar dat is gewoon. Ja dat is gewoon. Voel me alleen, maar dat is gewoon. Ja dat is gewoon. Maar dat is gewoon, ja dat is gewoon. Ze heeft al een zoon, maar dat is gewoon, ja dat is gewoon. Ik heb nog geen kroon, maar dat is gewoon, ja dat is gewoon. Voel me alone, maar dat is gewoon, ja dat is gewoon. Mijn tini is nog 3% in de stad capuchon, ik word niet herkend. Mijn huid is droog, ik ga niet meer weg. Wil je hem dood en wat schiet op hem? Gooi 10 kilo wiet op hem en hij is verdwenen met die opbrengst. Af, wat wil je zeggen? Gaat het om rappen, dan heb ik het ook. Hier brengt iemand je verder, zijn we ze dekken, maar dekken. Ik dans een feestwinkel, er staat naar me mee. Dus mijn pa gaf die preek elke week. Nu leg ik geld voor hem neer als die opstaat. Staat die op met een lach, maar ik weet dat dit nooit zou komen als hun het niet wilde. Wat ga je doen als je ma overleeft? Terwijl je op straat overleeft, had jaren van niks, ik zat vaak in de shit. Maar nu zit ik maandelijks safe. Ja, nu zit ik maandelijks safe. Wie ben je zelf en wat kan je doen? Iedereen heeft een gevaarlijke neef. Een oom die kapot is, een nicht in de lounge. Stel jezelf eens de vraag of je leeft. Vraag jezelf of je leeft. Er is niemand die je geeft. Moet snuif, hup, snuif, hup. Hey klant, snuif, hey klant, rook. Zonder God aan je zij ben je kansloos. Lijp aan Mattie, ik was al lang boos. Allah. Ja, ik was al lang boos. Allah. Ik was al lang boos. Allah. Chiva. Hij is helemaal aan de hoek gekropen, man. Maar hij heeft meester gemaakt, man. Undercover. Ja, toch, yes. Zeker, man. Ja, toch. Thanks, man, broeder. Thanks. Duidelijk. Welke ga je nog clippen? Die Eng, die zeg maar vrijdag uitkomt, die is al geklipt. Mm-hmm. En die track met Het is zo beter. Ja. Ik wil je geen hoop geven, die wordt ook geklipt.
En ja, die met Ismo moeten we natuurlijk ook eigenlijk... Moet. Ja, man. Hoe oud was je toen je begon met rappen, man? Toen ik begon met rappen was ik misschien 16 of zo, man. Maar toen ik echt serieus zeg maar erin ging, is het misschien nu 5 jaar, 4 jaar terug, toen was ik 18 zo. Ja, man. Punchline battles, toch? Ja, toen was, zeg maar, toen was ik 16 zo, snap je? Was, toen was het een beetje tijdverspilling en daarna werd het serieus. Ja, wanneer wil de Westen, broer? Wat? Ik wacht op die future ring. Ja, ik heb wel wat dingen met Louis, ik zeg je eerlijk, maar het is nog niet voor dit album, je weet toch? Het is nog niet klaar. Ik zeg je eerlijk, ik had ook iets met Boef, wat eigenlijk ook hierop zou komen. Ja. Het zijn gewoon een paar tracks, die zijn wegens omstandigheden, je weet toch, konden ze niet gemixt worden en waren sporen kwijt. Dus ja man, dat eigenlijk. Maar dus jullie moeten het gewoon hier... Dat is debba, zijn ze sporen kwijt. Dat is forensisch onderzoek. Binnenkort nog een track met Soufiane en Chani. Soufiane, er komt sowieso wel een track aan, maar ik weet niet wanneer of precies hoe we dat gaan doen. Maar hij was laatst bij mij in de buurt en we hebben gepraat en we gaan sowieso wel wat doen. Ja, zeker. Ja. Wat wil je bereiken met rap? Hoe wil je eindigen? Maar ik was al bereikt. Ten echt hè? Ik wil gewoon gelukkig zijn, man. Ja toch? Ouders moeten gelukkig zijn. Je moet altijd van jullie lezen en doorgaan, jongen. Knippen naar plakken en zeker, we maken niets. Ik moest het pakken voor die dollars, ik moest wachten op die kans. Nu ben ik zeker nog binnen voor mijn 20 jaar. Ben nog in mijn kinderjaar, duwde wat op Kingstraat. Daarom die flikker had. Jij kan niet eens binnen daar, want je bent een scare chap. Fix chicks with this, hoeft niet eens te spenden. Bolle buik in de groei, dus moet een beetje rennen. Doe rustig aan, met wat water voor de boulevard. Stop die Donnie beter in je zak, voordat je toeters haalt. Concurrentie! Drop ik een goede clip, pak het goede weergave. Fok je wifi, omdat mijn boys zijn weergave. We waren buiten omdat we niks doen met weergave. Ik hoor je praten, maar niet dat je mij kan neerhalen. Maar wie ben jij, bladder? Een onbekende rapper. Heb meer contact dan jou, zogenaamd ben jij een stekker. Snap je? Hey. Talent in de huis, man. Nesim, nu jij, Nesim. Welu. Welu. Hey. Kom hier, man. Van de vlogshop die scherm, we zijn daar. Jullie zien het, hè? Hey, Wanda was echt gek, man. Je moet de lijpensavond zo checken. 18 oktober. En mijn vlog sowieso nog. Ja? Ik ben weer begonnen, kijk. We zijn weer terug. Oh ja, dat is sorry, hij is gewoon, hij is gewoon. Yeah. Hij is gewoon, oh, daarom. Goeie oude tijd, hè? Ja, toch? Ja, wat doe je deze dagen dan? Gewoon chillen, man. Gewoon chillings. Alles weer even recht zetten, alles weer fixen. Ja, man. Sowieso. Broer, we blijven bezig. Druk, hè, broer. Ja. Slapen is tegenwoordig een luxe. Waar is een put? Hé, dat weet je toch? Put. Is daar achter, broer? Hij is weg. Is hij weg? Ja, we hebben nog niet meer gezien, man. Check, put. Dat weet je toch? Put. Dat weet je toch? Dat is wel deze, man. Sneller, ja, gooi je zo. SO naar mijn broertje, SO naar Ilias, SO naar heel Amstelveen. Klaar. Zien het. Heel Leeuwarden. Snelle move. Sowieso. Snelle move, broer. Snelle. Hoe moet? Ik hou van hem. Ik hou van hem. Lang niet gezien. Je weet het. Broer, jullie moeten hem nu betalen. Nee. Je moet betalen nu. Nee, man. Je moet hem gooien. Kijk. Ruiten. Snelle. Boom. Sterk. Appel amour. Bro, jouw tas is groter dan mijn hoofd, man, broer. Wat is dat? Wee, yo. Je hebt zeker, ja, dat is zeker eens 2 kilo in liggen. Nee, is voor laptop alles gewoon, hé, toch? Nee, joh. Lijpen. Ja, toch. Hij gaat alleen voor die jackpot. Deze dorpeling, hij komt bij elkaar. Van dezelfde berg, ja, man. Zeker. Blijven het. Shout-out naar Justop, je weet. Shout-out naar alle loppers die vandaag aanwezig zijn. Alleen maar liefde voor deze man. Killen. Niet veel praten. In hoofdstuk zit het goed, je raakt in de strijd. Maar ruiken die mannen pussy, raak in het kwijt. Ik ben die nigger in die hoek die met mijn seat back. Air Max, maar facts in mijn respect. Mannen voelen als ik shit op die beat zeg. Want je tracks klinken leuk, maar je bent niet echt.
En dat is zonde. Maar het heeft me koring op die vriendjes. Alsof ik hier verkeerd op een rotonde. Zit op de hielen van een ton als een praat. Deze mannen zijn niet klaar, man. Ik vorm een gevaar voor ze. Laat bomben. Ik spuug alleen de waarheid. Alsof ik net een fles whisky heb gedronken. Maar ik ben niet dronken. Nee, dit is wat ik doe. Dus nu krijg ik love van wat ik doe. Broer, ik laat ze hullen. Ondertussen vul ik mijn zakken. Ik hoor het pakken. Hoofdvriend, Julian, man. Ik hoor het pakken. Een uur om te gooien in de mix. Ligt er in mijn uur. En ik heb het gefixt. Die anderen zijn duur. Kom fokken met dit. Vertel me wat je hebben wil, want ik heb wat je hebben wil. Ik ben op zoek naar fleur om te gooien in de mix. Ik heb geen minuut uur en ik heb het gefixt. Die andere is geen duur, kom fokken met dit. Vertel me wat je hebben wil, want ik heb wat je hebben wil. Hey. Motor, fuck dat, ik stop niet. Van mijn niggas die nog geen pakken. Wat weet je van een dikke roker in de E-klasse? Word wakker gepijpt, ik mag niet eens plassen. Ik blijf hier, je weet van me. In de winter of ik... Ja mensen, ik ga gewoon de vlog hier afsluiten. Esso naar iedereen die daar was. Esso naar Lijpen, check binnenkort Jackpot. Komt eraan, 28 oktober. Gaat allemaal checken, ik hou jullie nog wel op de hoogte. Vond je deze vlog een leuk, doe even blij, duimpje omhoog. Vergeet natuurlijk niet om te abonneren op mijn kanaal. Vergeet natuurlijk ook niet om hieronder reacties achter te laten. Vergeet natuurlijk ook niet om dingen te vergeten, want zoals jullie weten, sluit ik altijd af met een...